Sinds de oprichting van Veendam speelt de club al aan de lange leegte. Deze beelden zijn van de derby tegen GVAV uit 1939. De huidige locatie werd gekozen bij de start van het betaalde voetbal in 1954. Eind jaren 80 promoveert de club twee keer naar de Eredivisie. In 1988 en hier in 1986 door een doelpunt van Boy Nijg tegen Willem II. De Schilders. En dan is dit het doelpunt. Dan is dit het doelpunt wat Veendam in de Eredivisie moet brengen. In 1996 haalt Veendam de nacompetitie. Extra tribunes worden neergezet en het elftal doet goede zaken door te winnen van NEC. Maar promotie zit er uiteindelijk niet meer in. Ook niet in het seizoen 2006-2007. Dat is een prima seizoen. Ze wordt in het bekertoernooi bijna voor een verrassing gezorgd tegen Feyenoord. Maar de 6000 toeschouwers zien dat het uiteindelijk 3-2 wordt voor de Rotterdammers. Datzelfde seizoen eindigt met play-off wedstrijden die aanvankelijk goed verlopen. Go Ahead Eagles wordt nog wel aan de kant gezet in de eerste ronde, maar verder dan dat komt het niet. En het is het vaker net niet. Ook het afgelopen seizoen eindigt in een teleurstelling. Het laatste doelpunt van Veendam is dan wel een hele mooie. Het is niet genoeg voor het behalen van de play-offs. Bedankt voor jullie ongelofelijke mentale veerkracht. Stoppie.